Deel 4 van Hebreeën. Zo hard gaat dat. En misschien even goed, ik zal jullie geheugen even opfrissen. Ik moest mijn eigen geheugen ook even opfrissen vanmorgen. Van waar zijn we precies? En vanochtend keer wat hebben we gehad en wat de grote lijnen, waar gaan we heen? Even grote lijnen, de brief van de Hebreeën is een brief die geschreven is aan de Joden. En de context van de brief is dat een deel van de Joden is tot geloof gekomen in Jezus. Is niet gebleven zonder vervolging en zonder verdrukking en zonder beproeving. Ze worden onder druk gezet, hun bezittingen worden van ze afgenomen. Het is zwaar en nu komen ze in de verleiding om eigenlijk Jezus te verloochenen en terug te keren naar de ouderwetse, oud-testamentse tempeldienst en de offers. Om daar weer hun vertrouwen op te stellen. En de schrijver van de brief die wil ze bemoedigen en laten zien dat Jezus de absoluut onvergelijkbaar en absoluut superieur is aan de oud-testamentische bediening. En dat de werkelijkheid zoveel beter is, de onzichtbare werkelijkheid van Jezus zoveel beter is dan de zichtbare werkelijkheid van de tempeldienst. Dus hij heeft het erover hoe Jezus krachtiger is dan de profeten, groter is dan de engelen, beter hoogpriester dan Aaron en dan Melchizedek. Dat het oude verbond, het nieuwe verbond, het oude verbond ver overtreft. En dan uiteindelijk zegt hij van jongens, houd stand en geef niet toe. En houd je oog alleen op Jezus. In die lijn hebben wij het dus over een aantal dingen gehad. We hebben het inmiddels gesproken over. We hebben gezien hoe Jezus vergeleken wordt met de profeten. Dat God nu zijn eigen zoon gestuurd heeft. Dat het woord van engelen kan komen. Maar dat het woord van Jezus veel krachtiger is. Als wij het woord van engelen niet opzij schuiven. Dan zullen we zeker, als we verstandig nadenken, niet het woord van Jezus opzij schuiven. En uiteindelijk van, ja, de komende wereld die gaat niet geregeerd worden door engelen, maar die gaat geregeerd worden door Jezus en door ons, zijn broeders. Want er staat en hij en die geheiligd worden, dat is Jezus en wij, komen alle uit één. Hij schaamt ons niet om ons broeders te noemen. Afgelopen zondag vroeg iemand naar mij, hij zei van, als ik het dan goed begrijp, zijn we dan eigenlijk goden? En het antwoord is ja. Psalm 2 zegt dat, ja, gij zijt goden, gij zijt alle zonen van de Allerhoogste God. Als Jezus God is, en jij bent de broer van Jezus, straks met je verheerlijkte lichaam, en je denken volledig verzadigd met Gods denken, en je ziel volledig 100% in lijn met Gods emoties, en jouw geest al één op één versmolten met Gods geest, nu ben je in een tempel. Maar straks zijn we samen met hem, regeren we het hele universum, de hele nieuwe aarde, de nieuwe hemel. En daarom zegt Hebreeën 3, daarom broeders, houd je oog alleen op de roeping, op de apostel en de hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En toen hebben we vervolgens gekeken naar de vergelijking tussen Jezus en Mozes. En gezien dat Jezus groter is dan Mozes. Ja, Mozes heeft de woorden en de werken van God laten zien. Maar Jezus heeft ook de woorden en de werken van God laten zien. En Mozes heeft het evangelie verkondigd, zegt de Bijbel. Maar mensen hebben niet geluisterd. En zo hebben wij ook het evangelie gekregen. En weet je, mensen kwamen niet in het beloofde land. Niet omdat ze zondigden, maar omdat ze niet geloofden dat God goed voor hen was. En de enige access die wij hebben tot het eeuwige leven, tot de nieuwe hemel, tot de nieuwe aarde, waar straks gerechtigheid woont, is door het geloof in Jezus Christus. Daarom is er ook maar één zonde die ons buiten het eeuwige leven houdt. Dat is de zonde van het ongeloof. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Want de Heilige Geest doet namelijk maar één ding. Dat is ons naar Jezus wijzen. Dus als we Jezus negeren, negeren we God de Heilige Geest. Dan geloven we niet God de Vader die zijn Zoon gezonden heeft als het laten zien hoe goed en hoe geweldig die is. En in feite sluiten we onszelf af van alle hoop die er is op de toekomst. Maar wij hebben natuurlijk, daarom staat de Bijbel ook, houd vast aan Jezus. En zo komen wij uiteindelijk bij Hebreeën 4 uit waar de vorige keer waren gebleven. En laten we daar dan induiken. En er staat Hebreeën 4 vers 1. Laten wij er dan beducht voor zijn. Dus hij zegt, laten we met elkaar beducht. Als je ergens beducht bent, dan ben je voorzichtig. Dan ben je oplettend. We moeten beducht zijn dat het niet verkeerd gaat. Dus met andere woorden, laten we beducht. Laten we oplettend zijn, zegt de Bijbel. Laten we oplettend zijn dat niemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust te gaan nog van kracht is. Dus er is een belofte
dat wij in zijn rust, dus in de rust van de Vader kunnen ingaan. En die belofte is nog steeds van kracht. Er komt een moment dat die belofte niet meer van kracht is, dat als Jezus terugkomt. Maar nu is die belofte nog steeds van kracht. En het is zolang die belofte van kracht is, dat wij de rust kunnen ingaan. En we zullen zo nog zien wat die rust is. Dan let er goed op elkaar. Want er staat hier, want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Ook aan ons. Zoals wij zitten, aan ons is het evangelie verkondigd. En wat het evangelie dat ons verkondigd is, dat we gezegend zijn in Jezus Christus. Dat iedereen die Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven heeft. En dat het in alle eeuwigheid gezegend is. Dat is aan ons verkondigd. Net zo, zegt de Bijbel hier, net evenals aan hen. En die hen waar we het hier over hebben, was in de vorige hoofdstukken, was het volk Israël. Het volk Israël was het evangelie verkondigd. Wat was het evangelie dat aan het volk Israël was verkondigd? Ze waren in slavernij. Ze hadden geen rust. Maar er was een evangelie verkondigd. God houdt van jullie. God heeft jullie gezien. God neemt jullie uit Egypte. En God neemt jullie in het beloofde land. Dat is het evangelie, het goede nieuws wat aan hun verkondigd is. Maar zij hebben keer op keer in de woestijn vastgehouden dat God niet goed was. Dat ze terug wilden naar Egypte. Dat ze zich afvroegen waarom God hen uit Egypte had gehaald. En dat God hen helemaal niet in het beloofde land wilde brengen. Maar dat God hen wilde verderven. Dat God niet het goede met ze voor had. Ze hebben het evangelie niet geloofd. Het evangelie, zegt hier de Bijbel, ook aan Abraham verkondigd. En er staat in de Bijbel, en God heeft het evangelie van tevoren aan Abraham verkondigd. Dat in Abraham alle mensen gezegend zullen worden. Dus het evangelie, het goede nieuws, is het nieuws van zegen. Is het nieuws van een goede God. Is het nieuws van een God die van mensen houdt. Die niet perfect zijn. En als zij niet perfect zijn, dan houdt hij nog van ze. En ondanks dat ze niet perfect zijn, wil hij nog steeds ze het beste geven wat er is. En dat is in ons geval het eeuwige leven. Samen met de Vader, met de Zoon, met de Heilige Geest. In de eerste instantie in de hemel. En straks op een nieuwe hemel. En in een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat heeft hij voor ons. En niets en niemand en geen zonde en geen staan kan ons eruit houden. En geen goed werk waar we hard voor werken kan ons daar brengen. Het enige wat ons daar brengt is ons geloof dat God mensen zoals ons daar wil brengen. Dat we geloven in een goede God. Zie, maar het gepredikte woord bracht hen geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Ze geloofden het niet. Nou, dan vers 3. Wij, zie, het gaat nu even wij, die tot geloof gekomen zijn, waarin zijn we tot geloof gekomen, die tot geloof gekomen zijn in Jezus, gaan immers de rust binnen. En dat betekent niet, straks als we sterven, je zult straks in de context zien, wij die in Jezus geloven, wij gaan die rust, wij gaan actief die rust in. Eigenlijk ga je zien, wij leven al in die rust. Een rust die niet komt van onze werken, of een rust die niet omdat we nog hoeven te werken, maar een rust die is van God. Wij gaan immers die rust binnen, zoals hij gezegd heeft. En dat is best een moeilijk vers wat hier komt. Want er gaan die twee dingen lopen hier een beetje door elkaar heen. Maar wij die tot geloof gekomen zijn, dat is ons, gaan immers de rust binnen zoals hij gezegd heeft. Die volgende zin die gaat over Israël. We hebben net gezien dat Israël eigenlijk niet geloofde dat God het beloofde land voor hen bestemd heeft. Het staat, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan. Dus je ziet hier, God kan best boos zijn. God is boos geworden omdat zij weigerden dat wat God voor hun bestemd had, het goede wat ze voor God bestemd had, keer op keer weigerden om dat te aanvaarden en dat binnen te gaan. En toen heeft God gezegd, oké, dan kom je er ook niet in. Dan is nu, is het voorbij. Je tijd is op. En moest kijken, en dat is heel confronterend, en daar hebben we het zondag ook al over gehad, en dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Dus God was klaar met werken, met scheppen, met plannen, voordat hij de wereld schiep. Voor God stond al vast dat hij de Israëlieten het beloofde land ging geven. Dat het onderdeel was van het algehele verlossingsplan vanaf de dag dat Adam de keuze maakte tot de komst van Jezus, tot de wederkomst van Jezus. En er was een onderdeel in dat het volk Israël zou wonen in het beloofde land. En er staat hier eigenlijk, dit heeft altijd Gods plan gestaan.
Ze hadden dus gewoon kunnen ingaan. Ze hadden het gewoon kunnen hebben. Maar ze hebben ervoor gekozen om het niet te hebben. En zo geldt het ook voor ons. God heeft voor alle mensen, niemand uitgezonderd, gepland dat ze het eeuwige leven hebben tot in alle eeuwigheid op een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Het is zijn wil niet, zegt de Bijbel, dat er iemand verloren gaat. Maar onze God heeft volkomen vrijheid geschapen in keuzes. En ik heb gemerkt afgelopen zondag dat mensen er moeite mee hadden om dat te begrijpen. Er is een verschil tussen besluiten en beschrijven. Sommige mensen denken dat God zegt, ah, Linda heb ik besloten, die gaat naar de hemel. En Jolke, die erop zit, die gaat niet naar de hemel. Dat is mijn besluit. En dat komt vanzelf goed. Nee, God wil dat en Linda en Jolke naar de hemel gaat. En dat is wat hij wil. Maar dat wil niet zeggen, even, God weet ook al van tevoren, omdat hij het begin en het einde is, of dat wel of niet gaat gebeuren. Maar Gods wil gaat niet zo ver dat hij zegt van, oké, ik wil dat Linda naar de hemel gaat, dus nu ga ik ervoor zorgen dat Linda absoluut ja moet zeggen, anders kon mijn wil niet gebeuren, dus dan stuur ik je lonen wel, stuur ik die wel, stuur die. Nee, zo werkt God niet. God werkt door keuzevrijheid. God wil dat iedereen behouden wordt, en Jolke en Linda. Maar hij is afhankelijk van de keuzes van mensen. Hij is zich afhankelijk gemaakt van onze gebeden. Hij heeft de heerschappij over de aarde in onze handen gelegd. En zoals hij schiep door te spreken en keuzes te maken, zo scheppen wij met hem door wat de woorden die wij spreken en de keuzes die wij maken. Dus ja, God weet dat Ilona op een dag bij Inge gaat aanbellen. Dat Ilona op een dag de keuze maakt om te gaan evangeliseren. En bij Linda aangebellen en het evangelie gaat delen. En God weet dat Linda ja gaat zeggen. En God weet ook dat Inge ooit van plan was om Jolke op te zoeken, maar dat nooit gedaan heeft, waardoor Jolke nooit het evangelie heeft gehoord. Dat wel Gods wil is dat Jolke gered zou worden. Maar God is afhankelijk van mensen. Van jou en van mij. Dus onze keuzes, die doen er wel zeker toe. In Gods plan. Alleen God weet het al. Dat vinden wij het lastig. Dan zeggen we, nou ja, als God dan toch weet, hoeven wij niks te doen. Nee, dat zou zeggen dat God besloten heeft en ons bestuurt en manipuleert. En God laat ons volkomen vrij. Dus zijn werken waren voltooid. Het was Gods plan om ze allemaal in het beloofde land te brengen. Maar ze hebben gekozen om dat niet te doen. Ja, God wist dat. Maar het was niet zijn plan. Dat is de vrijheid die er is bij God. De duivel kon kiezen. Adam kon kiezen. Wij kunnen kiezen. Iedereen die kan kiezen. God heeft geen slaaf in de hemel. Weet je, en dat hebben we natuurlijk gezien. Dat Jezus zei, toen hij op aarde kwam, ik verkondig u verborgen dingen. Dingen die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Maar ik vertel jullie dat het koninkrijk der hemelen, dat onze Vader in de hemel, dat er voor jullie heeft beschikt en heeft klaargezet bij de grondlegging van de wereld. Het is tot nu ik gekomen ben, is het verborgen geweest. Maar nu ben ik degene die jullie vertelt dat dat is wat de Vader voor jullie beschikt heeft. Dus hier voor de grondlegging van de wereld had de Vader ook al besloten dat Israël erin zou gaan. God heeft voor de grondlegging van de wereld besloten dat hij wil dat wij gered worden. Maar of wij dat doen, hangt onze eigen keuze af. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dan moet je hier kijken, dan lezen we even door. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw. En zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat het dus een feit blijft, een vaststaand feit, dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, dat waren dus de Joden die verlost werden uit Egypte, niet zijn binnengegaan vanwege ongehoorzaamheid. Ze hebben geweigerd om te doen wat God ze beloofd had om te doen. Maar dan bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Hij bepaalt opnieuw een zekere dag. De zevende dag en dan komt er opnieuw een zekere dag. En dan zegt hij namelijk heden. Wanneer hij
is namelijk heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna, dat heden heeft gezegd door David, zodat hij lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart dan niet. Want als Jozua hen in de rust gebracht had, zal God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Wat is het heden? Heden, zoals je stem hoort. Heden betekent als de zon opgaat, tot de zon ondergaat. Hij kondigt een nieuwe dag aan. Die nieuwe dag is de genadigheid waar wij in leven. Dat is het heden. En hij zegt nu, heden, nu je zijn stem hoort. Verhard je niet. Laat de Heilige Geest spreekt. Doe niet net als Israël en wees niet ongehoorzaam. Want God wil je in het beloofde land brengen. Hij wil je in de rust brengen. Wij zijn in de rust ingegaan. Er is een andere rust nog dan het volk Israël. Ja, God wil het volk Israël in de rust brengen. Maar als Jozua daadwerkelijk Israël in de rust had gebracht, waarom zou God dan nog spreken over een andere rust? Zie, er is een grotere rust. En dat is de rust die God gecreëerd heeft. De rust van al onze werken. Want op het moment dat wij geloven dat God alles voor ons volbracht heeft en alles voor ons is klaargezet, van voor de grondlegging van de wereld. Hij zag ons en jou en mij voordat Adam en Eva de keuze maakten. Hij zag ons voordat de wereld geschapen werd. Hij had alles voorzien voor ons. Voordat de wereld kwam. Dus je hoeft niet te twijfelen. En dus geen rust te hebben. Ben ik wel gered, ben ik niet gered? Houdt God wel van me, houdt God niet van me? Leidt deze zonde er wel toe of ik niet toe? Of God wel of niet van me houdt? Of ik wel of niet naar de hemel ga? Dat is allemaal onrust. Je kunt in de volledige rust komen door te beseffen dat toen de aarde geschapen werd, zegt hier, dat God volkomen tot rust kwam. Hij was klaar. Er hoeft niks meer toegevoegd te worden, er hoeft niks meer afgevoegd te worden. Wij kunnen niks toevoegen en wij kunnen niks afvoegen. Het enige wat we kunnen doen, is geloven wat Hij voor de grondlegging van de wereld voor jou en mij al heeft klaargezet. En dat in geloof aanvaarden. In de wetenschap dat als we niets doen, Hij van ons houdt. Dat als we heel veel voor Hem doen, dat Hij van ons houdt. Maar niet meer dan wanneer we niets doen. En als we staan, dat Hij van ons houdt. Dat we struikelen, dat Hij van ons houdt. Dat wat wij doen, dat het helemaal niets uitmaakt of we wel of niet het eeuwige leven krijgen. En dat betekent dat je tot volkomen rust kan komen. En dat je de rust kan ingaan die Hij voor ons beschikt heeft. Dit is de dag. En wie dat gelooft, is zijn rust ingegaan. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Hier, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Dus als je altijd nog druk bent om God te pleasen en God tevreden te stellen, of te twijfelen of je wel goed genoeg bent, ben nog altijd aan het werk. En ben nog steeds niet de rust binnengegaan die God voor jou klaargelegd heeft. Want Jezus zegt het, de Vader heeft het koninkrijk der hemelen voor u beschikt en voor u klaargesteld vanaf de grondlegging van de wereld. Op het moment dat God zei, en hier is de aarde, zegt de Bijbel, stond het koninkrijk voor ons klaar, was Jezus gestorven en begraven en opgestaan, was eigenlijk alles al gebeurd. Er blijft niks over voor ons om te doen. Weet je, wij zijn soms zo gefocust op het kruis en wat God daar gedaan heeft, dat we vergeten dat het alleen maar een uitwerking is van wat allemaal al besloten was voordat de wereld er überhaupt was. En ik denk, dat brengt ons in de absolute rust. Vers 11, laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Hij zegt, jongens, laten we dan allemaal vasthouden dat wij niets meer hoeven te doen. Alleen zijn liefde te hoeven ontvangen. En laten we nou niet terugkeren om dat los te laten en te zeggen, weet je, het was toch niet Jezus. Het is toch het oud-testamentische offerdienst. Nou, wij hebben het hele probleem niet, maar dat hadden ze toen wel.
Moet je hier kijken. Vers 12. En lees dat even vanuit afgelopen zondag, Psalm 139. Dat iedere stap die wij zetten, iedere gedachte die wij hebben, iedere woord dat wij spreken, dat hij de gedachten van ons kent voordat we ze denken. Dat hij onze woorden weet voordat we ze spreken. Dat hij onze stappen kent voordat we ze zetten. Dat hij onze keuzes ziet voordat we ze maken. Wij verrassen God nooit. Tegelijkertijd is het goed om te weten, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt diep door tot de scheiding van ziel en geest. Dus de ziel, dat is waar, waar onze ziel, onze geest is en Gods geest is. Sorry, onze ziel is onze emoties en ons denken. En onze geest het stuk van God is. Dus ziel is wat wij doen en wij denken en wij voelen. En de geest is wat God is en ons godsdeel in ons. Hiervan gewrichten en van merg. Het oordeel, de overleggingen en de gedachten van het hart. Met andere woorden, iedere gedachte, iedere overlegging, iedere gedachte in het hart is bij God bekend. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Dus hij ziet ons allemaal. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. God ziet alles, God weet alles. Niets is voor hem verborgen. Geen gedachte, geen overweging. Sommige mensen denken van, dat is scary. Maar die kennen God als een God die boos is en die niet goed met zijn voor heeft. Maar voor ons is het een hele troostrijke gedachte dat God iedere slechte gedachte die wij hebben, dat hij die kent. Dat hij die weet. Dat iedere overweging die ons opkomt hem niet onbekend voorkomt. Je kunt je heel comfortabel voelen. Het feit dat je oncomfortabel voelt dat God al deze dingen weet, betekent dat je nog niet door hebt hoe groot liefde voor jou is. Want als je zijn liefde kent, dan voel je je op je gemak, ondanks het feit dat je weet dat die gedachte die net opkwam en die overweging die je had en hoe je ging reageren, dat hij niet aan de haak was. En nu ga je even zien waarom. Het volgende vers. Want nu wij dan een hoge priester hebben, zie niet eentje van de aarde, maar eentje die de hemel is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Daarom zijn we nou juist zo dankbaar dat we onder Jezus zijn. Want waren we onder de wet, dan waren we de sjaak met al onze gedachten, met al onze redeneringen en met al onze overwegingen. Want lag alles naakt en openbaar voor God. En dan zouden we gestraft worden en in de hel gedoet worden. Zouden we nooit bij God kunnen zijn. Maar nu God alles weet. En wij een hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Dat is het beste waar je aan vast kunt houden. Dat is je rust en dat is je vrede. Dat is de rust die we van God hebben gekregen. Hier, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dus Jezus begrijpt heel goed als wij struikelen. Maar er is eentje die in alles op dezelfde wijze verzocht is zoals ons. Hij heeft dezelfde gedachte omhoog gekregen. Hij heeft alleen niet op geacteerd. Hij heeft dezelfde overwegingen gehad. Hij heeft alleen nee gezegd. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wij kunnen altijd naar de troon van de genade. En de troon van genade verwijst dat naar Oud-Testamentische tempeldienst, binnenste binnenhof, waar de ark stond, waar alleen de hoge priester mocht komen, waar de Shekinah-glorie van God brandde. Iedereen die binnenkwam, die viel dood neer. En dan zegt hij, en wij, met al onze gedachten, met al onze overwegingen, wij kunnen op iedere gelegenheid, als we dat nodig hebben, als we zwak zijn, als we gestruikeld zijn, kunnen we zo met alle vrij, zonder angst, vrij, met moed, zo binnenlopen, in het binnenste heiligdom van de tempel, waar Gods tegenwoordigheid is, zegt, hier ben ik met al mijn overwegingen, en met al mijn struikelen, en al mijn hier ben ik. En het is de genadetroon. Het is echt geweldig als je daarover nadenkt. Maar Jezus heeft exact dezelfde verzoeking gehad. Maar moet je kijken, dan kom je bij de hoge priester uit. Want elke hoge priester, niet alleen naar Aaron, maar dus ook Jezus, want elke is inclusief Jezus, die uit de mensen wordt genomen, Jezus is uit de mensen genomen, is aangesteld ten dienste van de mensen. Jezus is daar voor ons,
om ons te dienen. Hij is niet om jou daar naar beneden te halen. Nee, hij is daar om voor ons persoonlijk, heeft hij daar verzoening gedaan in de hemel. En persoonlijk pleit hij op zijn eigen bloed voor ons. En persoonlijk zorgt hij ervoor dat we worden vrijgesproken. Hij heeft ten dienste van mensen aangesteld. Ten dienste van Peter, van Ilona, van Linda, van Jolke, van Herco. Geweldig. Met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. Om gaven en offer te brengen vanwege de zonde. Vers 2. Hij kan voluit medelijden hebben. Niet van, ja, nou ja, goed. Nou ja, goed. Ja, ze zijn gestruikeld. Ja, ik begrijp wel een beetje, maar ja, had ook wel een andere keuze kunnen maken. Nee, hier staat, Jezus kan voluit met zijn hele hart. Als hij moest zingen uit volle borst. Zonder enige vorm van terughouding. Hij houdt zich helemaal niet in. Hij kan volledig begrijpen en meeleven met de onwetende, dus degene die dingen doen omdat ze niet snappen dat ze domme keuzes maken. En met de dwalende, met de mensen die de weg kwijt zijn, omdat hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. En daarom moet hij, dit gaat over de hoge priester, de aardse hoge priester, maar dat gaat ook voor Jezus. En daarom moet hij, dus Jezus hoefde het niet, hebben we net gezien. Maar daarom moet hij, evenals het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. Maar voor Jezus is het precies hetzelfde. Maar toen ik dit las, dacht ik dit. Daarom is het zo belangrijk dat wij als christenen, wij die priesters zijn hier op aarde, niet hard zijn over mensen die falen, die struikelen en die dwalen. Want de taak van een priester is om voor de mensen te staan. En voluit mee te leven. Zie, daarom als je kijkt naar die geschiedenis van wie zonder zonde is, gooit de eerste steen, zegt Jezus. Daarom in Galaten staat van, weet je, als jullie die geestelijk zijn, als iemand een misstap begaat, breng hem met zachtheid terug op de weg. Want, weet je, je zou zelf ook eens een misstap kunnen maken. Weet je, dus, en dan staat er, draagt elkanders last. Dat betekent niet van vul elkaars portemonnee of voor het goede doel. Dat betekent, verdraag het. Als iemand een scheve schaats rijdt, draag die last met elkaar in liefde. Want we zijn allemaal mensen en we maken allemaal zijn tijd, maken we domme keuzes. En de hogepriester kan voluit medelijden hebben. En dan gaan we door naar vers 4, we moeten naar de afronding toe werken. Dan gaat het over de hogepriesterschap. En niemand neemt die eer voor zichzelf, om hogepriester te zijn. Maar we worden door God toegeroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem heeft gesproken. En het was voor de grondlegging de wereld natuurlijk. U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus Jezus is niet zomaar een hoge priester van ik doe het wel even. Hij is door de Vader voor deze taak aangesteld. Maar met één doel. Met het oog op jou, met het oog naar mij. En hij is geen priester naar de orde van Aaron, hij is een priester naar de orde van Melchizedek. En Melchizedek betekent koning van gerechtigheid, koning van de vrijheid, koning van de vrijspraak. En Melchizedek was priester in de tijd van Abraham. En in de tijd van Abraham was er nog geen wet. En Abraham was de man van geloof. En Abraham die geloofde in God de Allerhoogste. Die de hemel en de aarde bezit staat. En toen kwam Melchizedek, de hoge priester. En die man kwam met brood en met wijn om een verbond te sluiten namens God. En Abraham die gaf tiendes van alles aan Melchizedek, aan de koning van de gerechtigheid. Want de koning van de gerechtigheid, de Allerhoogste, is bezitter van alles. En Abraham die deelde met hem. Vers 7. En in de dagen, Jezus dus, dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Hey, onze Jezus heeft echt geleden. Hij staat hier, hè? Toen hij op aarde was, Jezus, heeft hij met luid geroep en met tranen op zijn wangen en met tranen van bloed heeft hij gebeden. En hij heeft smeekbeden geofferd. Alsjeblieft, Vader, please. Dit is te zwaar. Dit kan ik niet doen. Kan dit aan mij voorbij gaan? Dit is onhoudbaar. Dit is onmogelijk. Ik kan het niet. Alsjeblieft, niet voor mij. Kan iemand anders dit doen? Hij heeft gebeden als een mens. Onder de verdrukking waar hij doorheen is gegaan.
aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uiteindelijk in de dood terechtgekomen. En hij is uit deze angst is hij verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Uiteindelijk heeft hij gedaan wat hij moest doen. Uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen, dat is in hem geloven, en alle die hem gehoorzamen, een oorzaak geworden van het eeuwige leven. Deze Jezus, die voor ons geleden heeft, die daarvoor gekozen heeft, zie opnieuw, ja, het was besloten van voor de grondlegging de wereld dat Jezus zich zou offeren voor ons. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, had Jezus, net als jij en ik, hij had keuzevrijheid. Hij had kunnen kiezen om het niet te doen. En hij heeft het toch gedaan. Voor jou en voor mij. Zie, en daarom, hij kiest voor jou en voor mij. Maar wij moeten ook voor hem kiezen. En daarom staat er, hij is een oorzaak van eeuwig leven geworden voor alle die hem gehoorzaam worden. Maar wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Zie, dat staat in vers 10 als afsluiting. En door God is hij genoemd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is de hoge priester van de gerechtigheid, van de vrijspraak. Hij is de hoge priester van het tijdperk van geloof. Van geloof alleen. Abraham is niet door de werken gerechtvaardigd. Abraham is door het geloof gerechtvaardigd. Abraham is van de rust gerechtvaardigd. En Jezus is onze hoge priester van de orde van Melchizedek. Niet van de orde van Aaron, maar dat was de orde van de 10 geboden. Dat was de orde van werken, de orde van slavernij, de orde van geen rust, de orde van angst, de orde van vrees. Maar Jezus is van de orde van Melchizedek, van geloof en van rust en van vrede en van overwinning. Dat is de orde van wat Jezus bedient. En de Vader zegt, en hij is die hoge priester tot in alle eeuwigheid naar die bediening. Dat is de apostel. En dat is de hoge priester van onze belijdenis. Dat is wat van de schrijver zegt. En vestig je oog alleen op hem. Vestig je oog niet op engelen. Vestig je oog niet op profeten. Vestig je oog niet op Aaron. Vestig je oog niet op Mozes. Maar vestig je oog alleen op Jezus. Onze hoge priester van onze belijdenis. Die voor de grondlegging der wereld al besloten had voor jou te sterven. Jou te verzoenen. Zodat jij alleen maar hoeft te geloven zonder enige vorm van werken en de rust kan ingaan. Zullen we onze ogen sluiten op alle locaties voor één moment? Vader, wil u deze avond danken dat u Jezus in deze wereld hebt gestuurd als een verzoening voor onze zonden, als onze hoge priester naar de orde van Melchizedek. Vader, we danken u, Vader, dat wij niets kunnen doen om gered te worden, dan alleen maar geloven. Vader, we danken dat we niets kunnen doen waardoor we onze redding verliezen, dan alleen maar niet meer in Jezus geloven. Maar Jezus, hij is onze enige hoop. Hij is onze redding. Wij kiezen van hem, want hij heeft voor ons gekozen. Hij heeft gekozen om ons eerst lief te hebben. Daarom beantwoorden wij zijn liefde en kiezen we om hem lief te hebben. Vader, ik bid voor degene, Vader, die worstelen met twijfel. Vader, die steeds weer achterkomen dat ze toch hun best doen om u te pleasen. Vader, die rondlopen met vormen van schuld en veroordeling over dingen die ze gedaan hebben. Vader, allemaal signalen dat ze nog niet genieten van de rust die u voor ze hebt voorbereid. Vader, ik weet dat iedereen die dit vanavond ziet en op Facebook of hoort hier op een van onze doorbrekerslocaties op dit moment die volkomen rust zal binnengaan. Vader, ik bid dat ze zullen durven te vertrouwen op uw liefde alleen. Vader, als die totale bevrijding uit slavernij zullen ervaren.
dat aangenomen worden tot uw zoon. Vader, ze zullen feesten samen met de verloren zoon in het huis op het muziek en op de dans. En niet zullen buiten staan als de verloren zoon die bleef werken en niet kon rusten. Vader, we danken u, Vader, dat alles is voorbereid van voor de grondlegging de wereld. En dat u sinds die dag dat u rust. En Vader, dat wij met u kunnen rusten op dit moment. En dat we samen met u kunnen afwachten op de schepping. Vader, want na de 7 dagen komt er een nieuwe dag. Dat we met u kunnen rusten tot u schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar wij tot in alle eeuwigheid met u zullen leven dankzij uw liefde voor ons.